meest belangrijkste oven is dit oven. Dit is de smeltoven en daarin ligt dat glas. Glas met een temperatuur van 1100 graden. Sansode kalk. Die zijn de basisgrondstoffen van glas. En ik smelt mijn glas overnacht. Dus die oven blijft branden. Dag de nachten door. Die gaat één keer uit in het hele jaar. Voor onderhoud. Anders nooit. De ronde oven, die maak ik zo aan. Die heet zo'n opwarmingoven. Je zou wel zien, glas koelt relatief snel af. Maar het moet heet zijn om te kunnen blazen. Ik heb nog een oven aanstaan, deze. Maar dat heet een cool oven. Ik ben Mark Lowcock. Ik ben een Engelsman. Ik woon nu 15 jaar lang hier in Nederland. Ik ben een glasblazer. Geboren in Engeland, zei ik net. In Portsmouth in 1973. Hier in Alblasem zit ik dit jaar van mijn eerste jaar in Alblasem als glasblazer met mijn glasblazerij. Waar ik geef dagelijks demonstraties. En ik maak werk van glas. In principe ben ik geen glasblazer, moet ik eerlijk zeggen. Tijdens de demonstratie probeer ik mensen uit te leggen van de blazers zijn de mensen die werken, ja, dag en nacht door met mallen te blazen bij fabrieks. Ik werk natuurlijk met glas. Ik blaas wel met glas, maar ik noem mezelf een maker, een maker. Maar ik moet de titel glasblazer gebruiken. Als je zegt, ik werk met glas, nou ja, ik ben een ramen zetten of weet ik wat, nee, of een glas wassen. Nee, ik ben een glas maken, blazen. Het komt een beetje op mijn pad, laat me zo zeggen. Ik was 3 jaar jonger dan mijn zus. Mijn zus was heel academisch op school. Dus dan kom je op dezelfde school, hetzelfde traject. En je leraars zeggen, oh, jij bent de broer van. Oh, super, ja. Nee, helemaal niet. Daar ben ik helemaal niet mee. Diezelfde soort persoon is mijn zus. Dus ik deed niet zo goed op school. Je zelfvertrouwen gaat dan natuurlijk heel veel naar beneden. Ik heb ook eczeem, dus ik was ook heel veel verpest als een kind. Dus mijn zelfvertrouwen was helemaal weg. Mijn ouders hebben altijd gezegd, weet je wat Mark, je vindt je weg, je doet wat. En dus ik begon gewoon creatief wat te doen. Kunst, art. Ik ging naar een college met leeftijd van 16. En daar begon ik met pottenbakken, keramiek te werken. Net niet mijn ding. Daarna begon ik vensterglas kapot te maken. En dan weer in elkaar smelten, dat heet fusing. En ik kreeg hele goede cijfers. Hele goede cijfers, zelfvertrouwen begint omhoog te gaan. En ik heb besloten vanaf dat moment, ja, ik ga wel een universiteit opleiding volgen. En dus ik ben naar universiteit in Stoke-on-Trent. Dat is echt bekend voor keramiek. Ja. Daar zat ook een glasopleiding en daar begon ik. Met de fusing, maar op dezelfde afdeling zat een smeltoven. En vanaf dag 1 was ik aan het blazen. Mijn leraars hebben ook gezegd van, weet je wat, vergeet dat fusen ding. Ja. Ga maar lekker daar bezig. Mijn echte titel is maken ontwerpen. Dus als moet, dan kan ik een nieuwe jampot ontwerpen. Die heb ik ook allemaal gevolgd. Maar ja, ik heb het is een 3-jaar opleiding, een universiteitsopleiding in Engeland. Dus die heb ik afgemaakt. En daarna direct ook een studio gewonnen. Voor een jaar in een museum. En daarna, in dat museum, heb ik mijn eigen bedrijf begonnen. Ik heb mijn eigen bedrijf, ik moet nu heel snel denken, volgens mij voor 4 jaar lang. En vraag me niet hoe. Uiteindelijk mijn werk begon te verkopen in Amerika. Dus ik deed dan beurs in Amerika, 3 op een jaar uiteindelijk. Dus ik leverde alleen naar de grote winkels, grote jongens in Amerika. En er was een glasmuseum in Hogeveen, hier in Nederland. En de directeur van Hogeveen die is een keer naar Engeland toegekomen. Te zoeken mensen, eens voor een demonstratie te geven voor 2 weken. En hij vroeg, bij mijn oude museum, we zoeken iemand die kan een demonstratie geven. En dus die mensen zeggen, oh, dan moet je Mark Lowcock vragen. Die geeft gewoon een leuke demonstratie. Hij geeft heel veel informatie, je moet hem vragen. Dus op dat manier heb ik een link met Nederland. Ja. Hij vraagt mij dan toen om alle productie te maken voor het museum. Dus zo ging het. Ik was in dienst, dus ik krijg een salaris. Maar ik mag mijn eigen werk nog maken de buitenom. Dus ik maak wel kunstdingetjes, maar dat zijn heel privé dingen die ik maak. Dat zijn in principe voor mezelf, niet voor de buitenwereld. Wat belangrijk voor mij is met de materie te kunnen werken. Dus ik heb een naam opgebouwd van het is leuk om bij mij te komen eens om een goede product te krijgen. Maar ook voor de demonstratie. Die sociale aspect van de demonstratie is heel belangrijk voor me. Ik doe heel veel voor gemeenten, heel veel voor de grote jongens. Gewoon trofees en relatiegeschenken. Er zijn een paar grote, die mag ik niet noemen eerlijk gezegd. Maar de meest bekendste, de film Titanic. Die heb ik de vazen voor gemaakt. 20th Century Fox heeft de Titanic
op een derde nagemaakt. En hun willen het echt zo goed maken als kan. Dus ze hebben alle originele service goed proberen op te zoeken en allemaal laten namaken. En ze wil ook naar alle glas natuurlijk. Maar die ging terug naar de fabrieken. Ja, de fabrieken zijn van mannenkracht naar machine. Dus dat kan niet meer nagemaakt. En die mensen in Engeland gaan toch horen van, ga naar Mark Lowcock, hij is heel handig. Hij kan dingen namaken. Hogeveen natuurlijk was een deel van mijn leven in Nederland. De glasmuseum ging dicht. En er was een kans om mij en mijn ex-vrouw om mee te verhuizen. Maar dat stuk van ons leven, eerlijk gezegd, was voorbij. Dus dan komt een plek vrij voor een glasblazerij te maken in Orvelte, in Drenthe. Dus dat heb ik gedaan voor ongeveer 5-6 jaar in Orvelte. Maar ja, ik ben een mens dat staat niet stil. Dus ik wil een nieuwe uitdaging. Uiteindelijk, relatie is kapot. Ik heb een lieve nieuwe vriendin. Ze werkt nu samen met mij hier in Opmassum. Maar wij zaten allebei in Orvelte. De bedoeling was dan samen in Orvelte verder te gaan. En dat kwam gewoon niet. En toevallig Annemiek Punt, is een andere kunstenaar hier in de stad. Zij en de gemeente waren bezig om een project hier in Opmassum in de klooster. Om een soort glascentrum te maken. Dus hun en de gemeente hebben mij gevraagd om letterlijk mijn blazerij hier te gaan bevestigen. Dus je zit nu een beetje net mijn eerste seizoen, zeg maar, hier in Opmassum. Toen in Drenthe word ik bekend om leuke demonstraties, dat zei ik. Dus ik krijg gemiddeld 10 tot 12.000 mensen op jaarbasis. Dat heb ik hier nog niet. Dus dat moet nog groeien. Mijn publiek is publiek. Ik hoef niet in de collectors in de kunstwereld te zitten. Af en toe doe ik wel wat. Maar dan moet ik wel met andere mensen gaan werken. Dat vind ik niet erg. Maar ik moet mijn gereedschap ook aanpassen. Dan heb ik wel wat grotere ovens, grotere koelovens nodig. Dus de hoop is natuurlijk dat je bedrijf groeit. Dat je hebt wat kapitaal om andere ovens te kunnen kopen. Dat is mijn droom. Want er zijn een paar stukjes werk dat zijn in mijn hoofd. Dat ik wil een keer wel uitwerken. Maar dat kan ik niet alleen en ook niet wat de gereedschap ik nu heb. Ik wil klein blijven, maar er zijn wel technieken en dingen dat ik zou graag willen maken. Eerlijk gezegd, de ding dat drijft mij is echt de materie. Dus in principe mag mij niks uit wat ik maak, zolang ik mag gewoon met de blaaspijp gaan werken. Maar er zijn wel natuurlijk een paar dingen. Ja, ik zeg, ik ben geen kunstenaar. Maar er zijn dingen dat ik wil graag vertellen met glas. Dus dan duw ik mijn kunstenaar hoofd op. Dan ga ik wel wat maken. Maar wat ik nu heb, ik heb wel een paar stuks van, maar die zijn vrij klein. Ik wil groter werken. En ik zou graag ook een restaurant erbij en mijn eigen eten doen. En eigen kroeg erbij. Ja, koken. Ja, ik graag kook. Ik kook echt graag. Dus dat zal ik graag in combinatie. Vraag me niet hoe. Ik zou graag iets in combinatie waar de mensen kunnen komen. En ze gaan een demonstratie en dan mag ik voor mensen gaan koken. Ik ben echt sociaal. Ik vind gewoon mijn passie proberen uit te leggen aan mensen. Mijn liefde voor mijn materie. Die wil ik in. Wat is echt belangrijk voor mij is mijn passie voor mijn materie. Mijn glas, mijn liefde. Dat is mijn liefde. Dat wil ik gewoon aan andere mensen kunnen vertellen nu. Dat doe ik met een demonstratie. Maar ik wil dat nog verder uiten. Ik wil echt. Ik weet niet. Ik werk ook toen heel veel met arbeidsongezichte mensen. Om oppepping. Om mensen een beetje te reanimeren. Op zijn poten te zetten. Dat gebeurt bij mij. Weet je, voor ik 18 was. Was ik gewoon een heel timide jongen. Dat zou je niet zeggen als je demonstratie ziet. Maar iets uit de mensen halen. En dat doe ik met mijn materie. En op het moment dat je kan iets maken met deze lelijke dingen. En aan andere mensen die de geld voor jou geeft. Dat geeft u zulke gave eer in leven, in je werk. Dat wil ik uit. En dat kan ik met dit of met koken of weet ik wat. Toen met mijn leeftijd. Ik heb glas gevonden. Is mijn hele leven op zijn kop gegaan. Dat ik durfde alles aan. Echt alles. Ik kan alles doen. Toen kan ik niks. Nu kan ik alles. Dus nu wil ik mijn materie gebruiken om andere mensen op een manier. Ik weet niet hoe, ik weet niet wanneer, maar dat is echt wat ik wil.